Miss België 1993. Stefanie, goedenavond. Goedenavond, Filip. Ja, dat is al even geleden. Wel, laat ons zeggen voor Wereldoorlog 2, zo net ervoor zo. Ja, nostalgie. En als je daaraan terugdenkt aan die avond, herinner je dat eigenlijk nog heel goed? Oh, ik denk zelf van seconde 1 tot seconde, alleen tot op de laatste seconde eigenlijk, herinner ik mij dat. Dat was echt een avond om nooit te vergeten, vooral omdat het is cliché, omdat ik mij er nooit aan verwacht had vanzelf te winnen. En dat was ook een hele lange avond. Dat was de eerste avond dat op VTM en op RTL TVI uitgezonden werd. Ik geloof dat wij pas wisten dat ik gewonnen had om, ik denk rond 1 uur 's nachts of zo. Maar dat was een fantastische avond, dus iets om nooit te vergeten. Ja, heeft die titel jouw leven grondig veranderd? Ja, toch wel. Ik ben toch wel, het meeste van mijn tijd ben ik bezig geweest de laatste 20 jaar met media. Dus dat was anders niet het geval geweest. Dat is nu iets minder. Maar anders had ik nooit de kans gekregen daarvoor. En door Miss België is die kans er wel gekomen eigenlijk. Dus ja. Heb je de meisjes gevolgd de voorbije maanden? Heb je favorietje? Hele moeilijke vraag. In alle eerlijkheid, ik heb het niet echt van dichtbij gevolgd. Ik wil één ding, en dat is alweer een cliché. Ik vind dat de Miss België, het is België, zo tweetalig toch tenminste moet zijn. Dus ik hoop dat dat vanavond eruit zal komen en ik wens alle meisjes heel veel succes. Het heeft lang geduurd voor een West-Vlaamse het kroontje won. Jij was een Brugse. Ja, dat klopt, dat klopt. En dan is Silou er gekomen en dan Justine. En wie weet vanavond misschien nog een, ik weet het niet. Ik wens je een heel mooie avond. Hetzelfde voor jou, Philippe, merci. Dag Kim. Hallo, dag Philippe. De finale van Miss België 2014. Het is een clichévraag, maar toch vind ik hem wel leuk. Wat is voor jou de ideale Miss België? De ideale Miss België? Ja, dat zij natuurlijk present staat voor België. Zij vertegenwoordigt uiteindelijk ons klein landje. Dus dat zij meerdere zaken in orde houdt van ons Belgenlandje. De tweetaligheid komt vaak aan bod. De media kan soms nog eens hard uit de hoek komen voor een Vlaams meisje dat bijvoorbeeld niet voldoende Frans kent of omgekeerd. Vind jij dat Miss België perfect tweetalig moet zijn? Het is natuurlijk wel een pluspunt. Nu, als ik dan 12 jaar terugdenk, mijn Frans was ook allesbehalve goed. Maar daar werk je aan. En dat is iets dat met de jaren wel komt. En als jouw Nederlands al perfect is of jouw Frans perfect is, ja, dat met al die opdrachten die je krijgt, dat komt allemaal wel goed. Absoluut. En de schoonheid zal ook wel een belangrijke factor zijn. Hè? Laat ons eerlijk zijn. Ja, uiteraard. Ja, maar in België lopen er heel wat mooie meisjes rond. En ik heb wel gezien dat er heel wat mooie meisjes meedoen aan Miss België. Dus uiteraard, de uitstraling is toch wel belangrijk. Ja, absoluut wel. Een type dat jouw voorkeur wegdraagt, als we het dan over de kleur van de haar hebben, of de ogen, of de uitstraling? Dat ze een mooie uitstraling heeft, is heel belangrijk. Maakt niet uit of ze blond of bruin is. Dat ze maar een mooie uitstraling heeft. Je bent een van de bekendste modellen in ons land. En je hoort vaak zeggen, een miss en een model, dat zijn twee heel andere aspecten. Is dat zo? Het zijn twee uitersten uiteindelijk wel, ja. Ik doe heel veel modellenwerk, maar ik ben geen miss. Ik zou niet de perfecte miss zijn. Dus, maar een miss gaat natuurlijk ook wel heel wat modelopdrachten doen in die periode. Dus het zijn toch wel twee uitersten, ja. En jouw carrière, dat loopt heel goed momenteel? Mijn carrière loopt heel goed en dat is ook wel 12 jaar geleden begonnen. En dat loopt vandaag de dag nog altijd perfect. Ja. Ik wens jou een heel mooie avond en een sprankelende toekomst toe. Ja, dankjewel. Dat is heel lief. Joke, wanneer heb jij het kroontje gewonnen? Dat is nu ondertussen al 14 jaar terug. Een millennium, in het jaar 2000. Daar zullen we mee. En herinner je die avond nog? Ik herinner het mij heel goed, maar wat ik me het beste van al herinner is dat het eigenlijk zo snel gaat, want op alles staat zo'n timing, dat je weinig of geen tijd hebt om stil te staan bij de dingen en daardoor heb je eigenlijk wel iets minder zenuwen. En dat is dan wel het goede aan de zaak. Ja. En de laatste jaren organiseer je ook de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Hoeveelste keer was dat dit jaar? Oost-Vlaanderen heb ik tot nu toe 8 keer georganiseerd en West-Vlaanderen gaat de 3e keer geweest zijn. Ja. Ja. En stellen de meisjes dan veel vragen aan jou? Tips die ze bijvoorbeeld proberen te krijgen?
Ja, toch wel. Maar ze weten ook dat ze eigenlijk bij alles, of met alles bij mij terecht kunnen. Dus daarvoor ook dat we er zijn eigenlijk. En dus door de provinciale verkiezingen vind ik eigenlijk een hele goede leerschool of een hele goede aanloop naar de Miss België verkiezing. Dus ik heb eigenlijk niet liever dat als ze met een vraag zitten, ook al is het maar iets klein of iets stom in hun ogen, dat ze dat gewoon vragen. En zo alleen kan je maar bijleren. En de clichévraag, wat is voor jou de perfecte Miss België? Perfecte Miss België. Ja, cliché sowieso, maar het is wel zo. Is de tweetaligheid vind ik enorm belangrijk. Nederlands, Frans, ja, Engels en Duits vind ik ook allemaal superbelangrijk. Ik ben enorm voorstander van talenkennis. Omdat als je dan Miss België bent, ga je ook naar Miss World en Miss Universe. En overal moet je toch als Miss België dan jouw land kunnen vertegenwoordigen. Spontaniteit, nuchterheid, vlotheid. Ik kan even zo nog een uur door blijven gaan, maar... Het zijn allemaal wel punten die belangrijk zijn en die van iemand een goede Miss België kunnen maken. Ja, veel meisjes dromen van een mediacarrière. Is dat nog haalbaar de dag van vandaag? Het wordt moeilijker en moeilijker, denk ik wel. Je moet er sowieso talent voor hebben, maar er komt ook heel veel geluk bij kijken. Geven ze jou die kans en gebruiken die kans aan ten volle? Dus wie weet, het is moeilijk om te zeggen. Het wordt moeilijker en moeilijker. Maar als je talent hebt en je hebt het geluk om die kans te krijgen, zou ik zeggen, ga ervoor. Want ik vind het allemaal heel fijn om te doen. Maar je moet er wel voor werken. Ze komen het jou niet op een gouden schotel brengen. Dat zeker niet. Je bent sinds enige tijd het speelkameraadje van Wim Oosterlink. Hoe valt dat mee? Super. Echt waar, super is zelf nog niet het goede woord ervoor. Ik geniet er enorm van, dat is elke woensdag. En dat is een dag waar ik altijd naar uitkijk. Dus gewoon, kan daar gewoon mezelf zijn. Ik kan er lachen, ik kan er plezier maken. Ik vind het gewoon super fijn. Ja. Vanavond 4 kandidaten van jou in de running. Ja, dat klopt. En ik ga voor elk een van hen even hard supporteren. En ja, voor mij, ik ben nogal een emotiemens of een emo-mens. Voor mij steek ze er mijn kop en schouders bovenuit. Dus als iemand hard gaat horen schreeuwen in de zaal voor Oost- of West-Vlaamse kandidaten, dan ga ik dat zijn. Maar ik heb ze even snel al in het jaarboek en zo gekeken van aan de andere kandidaten bekeken. En ik moet wel zeggen dat het wel een sterke selectie is. Maar veel gaat ervan afhangen van de jury. Wie hun favorieten is natuurlijk en hoe ze overkomen op het podium. Dus het is één groot vraagteken. Ik ben enorm benieuwd. Ik wens je een mooie avond toe. Dankjewel. Okay, dankjewel.